maar je kunt energie uitstralen. Eigenlijk bestaat de mens uit niets anders dan alleen maar energie. Als je het kleinste deeltje gaat ontleden, dan kom je eigenlijk alleen maar uit, niet op materie, dan kom je alleen maar uit op energie. Eigenlijk zijn wij niets. Eigenlijk zijn wij, zeg maar, abel. Wij zijn allemaal abel. Wij zijn eigenlijk allemaal niets. We zijn pas omdat we een schepsel zijn geworden. Als Kain. Ja, zo had hij het misschien nog nooit bekeken. En ik misschien zelf ook niet. Maar ik vind het wel een hele mooie. Maar nogmaals de zin. Het licht schijnt in het duister. In de duisternis. En de duisternis heeft het dus niet in zijn macht kunnen krijgen. Nou, dat symboliseert natuurlijk ook voor de meest droevige mens, als die zich dit werkelijk gaat realiseren, ja, dan zou hij erachter kunnen komen dat hij nooit alleen is. Dat er altijd iemand zal zijn in zijn meest treurige gedachten. En dat sprankeltje dicht, dat licht wat je eigenlijk kan doen laten overtuigen dat het leven de moeite waard is. Het licht van liefde en vreugde voor het leven. Ja, dat is zo belangrijk, mensen. Ja, als je dat licht niet voelt en dat licht niet ziet. En zelfs een blinde kan het zien dus. En ook een dove kan het horen. Dat maakt niet uit. Als je weet wat dit licht is, wat Johannes zijn eerste woorden beschrijft in de Bijbel. Ja, dat is een hele grote rijkdom. Alleen al deze zin, dat is het hele boek waard. Ja, dat is werkelijk waar. En dat, ja, dan heb ik nog maar één klein zinnetje gelezen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het dus niet in zijn macht kunnen krijgen. En dan lezen we vervolgens in hetzelfde eerste verhaal van Johannes. Het woord wat wij hanteerden, werd een mens. Waanzinnig, het woord werd een mens. Hoe kan een woord nou een mens worden? Ja, natuurlijk zijn we eigenlijk helemaal niks. Zo zabel. Maar we werden iets, we werden een schepsel. Dus we werden een mens. En dan schreef Johannes, hij leefde een tijd lang onder ons. Over wie heeft hij het dan? Hij heeft het over God. Hij heeft het over iemand die hij gekend had. Hij heeft het over iemand die hij kent. Want spreken we even niet meer in de verleden tijd, dan zeggen we dat hij weet wie het is. Omdat hij een tijd lang met hem heeft geleefd. Hij is dood gegaan. Zijn hoofd werd door een onhebbelijke koning eraf gehakt. En op een macabere wijze op een etenbord gepresenteerd. Ja, het is eigenlijk te luguber voor woorden als je dit gaat bedenken van wat er hier is gebeurd. Maar zo gaat het verhaal. Het was weer een intrige tussen een man en een vrouw. Die eigenlijk een beetje oneenigheid met elkaar hadden. Daarom werd Johannes zijn hoofd afgehakt. En werd hij op een diemblad gelegd. Als een soort maal gepresenteerd. Eet maar op. Ja, dat is echt zo gebeurd. Of zo kan je het echt nalezen. Hoe macaber het dan ook is.
Maar hij spreekt over Jezus, Johannes. Hij leeft een tijd lang onder ons, vol van genade en vol van waarheid. Genade en waarheid. Als je dat gaat beseffen, dat iemand vol is van genade en vol van waarheid. Dat is je niet voor te stellen. Dat is je bijna niet voor te stellen. En Johannes heeft hem gezien. En zegt dan, we hebben hem gezien. Johannes heeft dus gezien hoe groot hij was, zou ik bijna gezegd hebben. Maar ik verbeter dat en ik zet een grote kruis tegen was. Omdat ik zelf tot de volste overtuiging ben gekomen dat Johannes heeft gezien hoe groot hij is. Het is niet was, hij is dat nog steeds. We spreken hier dus niet in het verleden meer, maar in het heden. God heeft zich uitgedeeld door zijn zoon op aarde te sturen. En de zoon zei tot ons, ik ben als het graan, eet mij en drink mij. Dus eten wij hem en drinken wij hem. En deze symbolen die worden nog in menig kerk letterlijk genomen. Symbolische gebruiken die letterlijk genomen worden. Alleen al deze woorden, eet mij en drink mij. Want eet je hem en drink je hem, dan neem je hem tot je. En dan zit hij in je. En dan kan je in hem zijn. Dan heb je de mogelijkheid om die grootheid van hem in je eigen lichaam te ervaren. Nou mensen, dat is echt zo geweldig dat je hem in je kan hebben. Dat je eigenlijk die genade en die waarheid waar Johannes over schrijft, dat je die werkelijk in je kunt hebben. Dat is gewoon geweldig. Ik schreef erover van dat ik eigenlijk van deze tekst kan zeggen dat ik het vol van verrukking van ben. Ja, ik heb, ik zou zelfs kunnen zeggen dat ik zou willen gaan jubelen. Nou, vind ik dat woord jubelen altijd een beetje truttig klinken. En vooral door de mensen die het mij gebruikt hebben. Nou ja, ze het jubelen zijn. Ja, ik weet wel wat dat betekent, maar dat waren allemaal die trutten die dat deden. Maar als je in het nu bent, dan weet je wel wat het is. Dan weet je wel dat het ongecontroleerd gewoon blij zijn en een huppelsprongetje maken. Dan weet je dat het dit betekent. En dat bedoel ik dus, als je in het nu bent, dan kan je dat ervaren. Dan kan je dat ook zo voor jezelf gaan zien. Dan kan je, maakt het niet meer uit wat voor gedachten je hebt uit het verleden over een woord. Dan weet je dat het, wat het betekent en dan denk je daar niet meer verder bij na. Dan ga je erin op. Dan ga je dat dansje, dat huppeltje maken. Dan ga je eigenlijk in hem zijn. Want je bent blij. Je bent blij en je bent inwendig blij. Als je inwendig blij bent, dan is dat anders dan wanneer iemand dat tegen je zegt en dat je dat moet bedenken. Dat je dat moet zijn. Dat is gewoon onzin. Niemand kan jou de les lezen. Niemand kan dat. Dus dat is het. Ja, deze paar kleine dingetjes. Dat Jezus is het nu en niet het verleden. Die uitspraak van dat Jezus echt vol van genade en vol van waarheid is. En eigenlijk
betekenis van God is liefde. God is werkelijke liefde. God is Vader. God is onze Vader. God is Abba Vader. Ja, als we ons dat gaan realiseren, met z'n allen, dan gaat het beter met de wereld. Dan gaan we een andere weg in dan de Zeitgeist. Die documentaire die al door 20 miljoen mensen bekeken is. Ja, als we die weg eens allemaal zouden gaan van de liefde. Ik besluit deze opname nu, want het is al vrij laat geworden. En het is al 17:50. Ik ben er nog steeds mee bezig. Ik hoop dat ik iets heb kunnen overdragen van waarom ik tot het geloof ben gekomen. En waarom het geloof voor mij echt de waarheid is. En waarom het belangrijk is dat we dit met z'n allen zullen ervaren, zullen willen ervaren. Opdat we niet meer in dat hele diepe dal zullen hoeven te rond te dwalen. En eindelijk ons antwoord kunnen vinden in iets wat heel concreet is en niet meer vaag. Die ons een perspectief biedt om verder te gaan. En niet zoals de mensen die in oude steentjes geloven, in oude vergaande fossielen. Die eigenlijk een geloof toewenden aan een vrijwel niet meer te bewijzen gebeurtenis. Dat is bijvoorbeeld dat een fossiel zou hebben bestaan uit een vogel met blauwe vleugels die kon vliegen of die juist niet kon vliegen. Dat zou het mij kunnen schelen. Dat is toch volslagen onbelangrijk. Mensen die in fossielen geloven. Mensen die in de scheikunde en de wetenschappen willen blijven volgen. Die zullen zich daar vast nagelen. Die zullen denken van dat is het. Dat kunnen wij meten. Dat kunnen wij weten. Ja, weten is meten. Klinkt klaar onzin. Meten is weten. Meten is helemaal niet weten. Meten is conclusies trekken. Meten is conclusies trekken die niet kloppen. Dat heb ik ervaren toen ik de conclusies ging trekken van mijn eigen leven. Van mijn eigen vraagtekens. Ik heb ervaren wat het met mij heeft gedaan. Ik heb gezien wat mij de waarheid geeft als ik op die manier ga ontleden. Dus dat doe ik niet meer. Die weg wil ik niet meer volgen. Ik wil niet belazerd worden door mezelf, door mijn eigen te verloochenen, door dingen aan te gaan nemen die me tot niks leiden. Dus de wetenschap is gewoon goed en prima, zolang zij dit niet te hard willen tegenspreken. Want dit is echt mijn diepste overtuiging. En daar kan geen techniek tegenop. Helaas, voor jullie technische mensen. Maar het is zo. In de geestzijde is heel wat meer van belang dan in de techniek te zijn.